Een van de mannen met wie ik heel graag praat is Mickey Huibrechts. Hij is altijd heel actief geweest bij uh, McKinsey, bedrijven gereorganiseerd. Daarna is hij in het middenveld uitermate actief bezig gekomen. En hij is nog steeds bezig om de samenleving te verbeteren. En hij schrijft ook hele leuke boeken waar hij praat over mensen van zijn generatiegenoten die hij interviewt. Wat, wat is dit boek uh, Meer Waarde en wie interview je daar, uh, Mickey? Nou, ik interview niet. Het zijn mensen die hebben bijdragen gegeven. En dat zijn. Uh, ja. Dit boek ging met name over wat kunnen ondernemingen doen aan de maatschappij. Mm -hmm. En, wat en wat, wie heb je daar dan voor geselecteerd? Van Unilever, Paul Polman, de baas van DSM, de baas van Philips, Frans van Houten. En al dat mensen hebben, hebben een bijdrage gegeven, wat heel leuk is. Verschillen van kwaliteit natuurlijk. Maar, uh, maar de, de, het was eigenlijk een uitdaging om ondernemingen, nemen jullie de verantwoordelijkheid op voor de maatschappij die jullie in mijn ogen hebben. Ja. En dat heb je dus, en, en maar je hebt ook een hartstikke leuke podcast, uh, had je altijd gehad, waar je die mensen interviewde en zo, ja, waar ja, ik daar ja. maar van genoten heb. In ieder geval, je bent altijd geïnteresseerd. En laat ik eens even vragen: jouw generatie in het bedrijfsleven. Als je daar nou gewoon een mooi oordeel over moet vellen. Allemaal over, we zijn allemaal verschillend. Maar hoe goed hebben die het nou eigenlijk gedaan in de afgelopen 50 jaar? Ach ja, dat is natuurlijk moeilijk om dat in één uh, conclusie samen te vatten. Dus ze hebben in ieder geval hun best gedaan, de meeste. En ik, ik heb ja, veel van die mensen persoonlijk gekend. En mijn ervaring was dat ze uh, negen van de tien toch buitengewoon constructief bezig waren. Waarbij eigenlijk in de latere jaren we de negatieve invloed van het Amerikaanse shareholder value concept hebben gekregen. Want. Toen ik begon uh, en iets met bedrijfsleven te maken kreeg, was dat toch maar een heel secundair onderwerp. Je zat bij McKinsey. Jij was eigenlijk een vooruitgeschoven post van ja, dat nou, uh, van dat Amerikaanse shareholders uh, nee, kapitalisme. Nee, 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 absoluut niet. Ten eerste is McKinsey ja, is wel begonnen in Amerika, maar het is al lang mondiaal qua structuren met alle uitdagingen en complicaties daarvan. Maar. In mijn jaren begon Europa ook al steeds centraler te worden. En wij hebben met name als McKinsey in Europa ons heel sterk gemaakt over maatschappelijke activiteiten. Ik zei altijd tegen nieuwe uh, medewerkers die binnenkwamen, je bent natuurlijk verantwoordelijk voor jezelf. Eigenlijk voor het team, of eigenlijk voor het hele kantoor, of eigenlijk voor het hele firma, of eigenlijk voor de maatschappij. En dat laatste, daar moet je je beslissing over nemen. Dus jij moet... Uh, beoordelen wat het beste is voor onze maatschappij. En daar moet je je dagelijks gedrag voor werken. Ik... Geen kwartaalresultaten. Oh, absoluut niet. Nee, we hebben, ik heb nog een zekere moment. Heb ik de leiding mogen hebben over het comité. wat alle senior formanten beoordeelde en honoreerde. Ja. En toen hebben we opzettelijk in de hele beoordeling. Hebben we alle economische gegevens geëlimineerd. Nee. En we hebben gezegd: we willen maar drie dingen weten. Impact on clients, impact on people, je medewerkers en impact on knowledge dat zijn de drie dingen die we van jullie verwachten en vertel ons maar op jullie manier hoe dat in elkaar zit dus dus de de aandacht was veel meer gericht op het goede doen dan het goed doen en uh, of, of we hebben nog is zo is dat weet ik niet maar ik hoop het van wel ja. nou we zitten eigenlijk hier nu omdat uh, jij stuurde mij een mailtje ik had uh, een koos uh, andries had ik herdecht hè? dat ja. ik een fantastische man Hoi, vond ook zo ja. iemand van die generatie, zeg maar. Uh, kende jij uh, Koos Andriessen? Ja. ja, ik heb hem als minister van Economische Zaken in zijn tweede termijn meegemaakt. En als voorzitter van Van Leer, de Vaterfabriek, die op zichzelf al een prachtig voorbeeld van maatschappelijk maatschappelijk. 16.000 mensen met een, over ja. de hele wereld waarin alle winsten werden gebruikt om kinderen tussen ja. de 9 en 13 te educeren. Ja. En uh, da daar geloof ik ook heilig in. Ik, uh, wij onderbenutten onze talenten. Nou, we hebben elkaar op de ontplooiing ontmoet. Ja. En uh, ik denk dat we die gedachten delen. De, de kinderen tussen vier en dertien, dat zijn de vormende jaren in hun bestaan. En daar moet je ze uitdagen en hun talenten koesteren en ze de ruimte geven. Maar ze ook inspireren. En dan blijkt als je dat een beetje goed doet. Dat die jonge mensen tot enorme prestaties in staat zijn. En, en dat wordt nu onderbenut in de klassikale structuren die we hebben waar het voor de helft te snel en voor de anderhalf te langzaam gaat. Dus daar is veel te verbeteren. We zijn hier nu op het kantoor van School Suite. Dat is ja. dus een poging om die individuele leerlijnen dat, mensen, dat kinderen meer vrijheid krijgen en dat je ja. dat dan ook gewoon digitaal begeleidt. Ja, we krijgen, we krijgen dus een, een wereld waarin we veel meer gaan individualiseren. Dat is niet alleen het onderwijs. Ik geloof dat we duidelijk de trend in het onderwijs moet zijn van klassicaal naar individueel onderwijs. Kijken naar de talenten. Iedereen in zijn eigen tempo zich laten ontwikkelen. Maar iedereen ook verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling laten nemen. Maar datzelfde zien we de gezondheidszorg. De gezondheidszorg staat nu aan de vooravond van een enorme omslag van collectieve therapieën naar individuele behandelingen. En dat is nog een enorm traject. Maar dat gaat er wel komen. Dat is evident. Nu zitten we dus hier, anno 2019, gezellig met elkaar te praten. Um, hoe vind jij dat de, de huidige samenleving, als we het even op Nederland houden, dan uh, houdt het een beetje beperkt. Hoe, hoe doen wij het als Nederland? Hoe, zitten wij, uh, hoe tevreden ben je eigenlijk over hoe die samenleving in elkaar zit? Ja, dat is, dat is erg dubbel. Want enerzijds is de conclusie dat Nederland het meest democratische, uh, meest ontwikkelde land ter wereld is, voor zover ik dat ken. Mm -hmm. En de Canadese landen kunnen daar misschien ook nog een beetje mee doen... maar Nederland is eigenlijk een prachtig ontwikkeld land. Ja. Maar anderzijds... We ja, het is fantastisch. We hebben eigenlijk gewoon op alle gebieden doen we het uh, heel, 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 top. Heel, 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 ja. Maar aan de andere kant, ja, dat is misschien mijn McKinsey-achtergrond... of überhaupt mijn ingenieursachtergrond. achtergrond ja. Het kan zoveel beter. Ja? ja, er zijn zoveel dingen die zoveel beter kunnen. En het grappige is, de meeste mensen zijn er ook wel van overtuigd... maar het doorbreken, waar het om gaat, is we werken nauwelijks meer samen... En hoe komt dat? Omdat we eigenlijk de overheid zorgt voor ons. En daar zijn we aan gewend geraakt. Oh, we hebben dus geleerd dat we rechten hebben. En er is nooit iemand die daarbij bedacht heeft. Ja, maar je kunt geen rechten als iedereen rechten heeft en niemand plichten dan. Je nou iedereen hier in Nederland aan de speen van de overheid zitten en dat nee, wij nee. verwachten dat de overheid alles maar regelt? Nee, niet iedereen. Nee, Godzijdank zijn er een heleboel mensen die eigen initiatieven ontwikkelen. En... Het verwerkt meest positieve boodschap in mijn arsenaal is de jeugd van vandaag. Die is veel positiever, veel maatschappelijker geïnteresseerd dan mijn generaties en de daaropvolgende volgende generaties. Dus daar is mijn hoop helemaal... Klimaatspijbeleis. Ja, dat is een deel daarvan. Dat is prachtig. Dat moet je ze ook vooral laten doen. Ik ben erg dus in, de, in die ontwikkeling van die kinderen op die leeftijd. Een voorbeeld. Als in Afrika een 13-jarig meisje de ouders verliest, dan gaat ze het gezin runnen. En dat doet ze met overtuiging en veelal met succes. Ja. Dus waar jonge kinderen toe in staat zijn, is ongekend. Ja, maar we dat... hebben de gelukkigste jeugd en de best verzorgde jeugd van Nederland. En toch hebben we een van de hoogste hoeveelheden zelfmoorden. En we hebben ook gewoon een gigantische bak van de jeugd die helemaal overspannen is. En die, die net zoals de Nederlander überhaupt, hè, die, heeft, die, 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 heeft, die, die is burn-out, is gedeprimeerd en dat soort dingen. Dus we hebben enerzijds heel veel welvaart en gaat het goed. Aan de andere kant hebben wij de grootste GGZ met de grootste problemen van, van, de, van Europa. Nou, ik kan al je cijfers niet controleren, maar ik neem het graag aan de, voor dit moment. Ja. Ik denk dat de, de, een van de voornaamste aanleidingen is. Dat is de vooruitgang, brengt altijd nieuwe problemen met zich mee. En als je bovendien. Het, ik, ik vind het altijd wonderlijk dat we zo weinig geesteszieken hebben. Dat mensen gemiddeld genomen zo stabiel zijn. Als je weet wat in de laatste 40 jaar over ons heen is gekomen. in één generatie. Dat is meer dan tussen het jaar 0 en het jaar 1940. Ja, maar toch hebben we dat goed. En 7% heeft echt gewoon grote problemen. En is bipolar, heeft allemaal dingen. En dat is eigenlijk meer. Dat is eigenlijk meer we hebben meer problemen met geestziekten dan, dan in Nigeria, waar iedereen eigenlijk niet weet of morgen wel gewoon. Uh, of ze te eten krijgen. Nee, maar dat houd, je, dat houd je ook bij de les. Dan is er ook veel minder ruimte om bipolar te worden. secuur te laten diagnosticeren. Dus het is, is een welvaarts. Laten we even nog even een paar grote dingen vragen. Van, uh, dus we zijn het over eens: Nederland, fantastisch land, kan allemaal nog veel beter. Maar eigenlijk relatief gezien, doen we het heel goed. Wat vind jij. Uh, van de ongelijkheid. Hoe heeft dat zich ontwikkeld? En had daar iets aan gedaan kunnen worden? En wat moeten we eraan doen? Ja, ik, ik, ongelijkheid is een grote bron van zorg. Uh, want die loopt dus steeds verder uiteen. En je kunt het niemand uitleggen als iemand anders 400 keer zoveel verdient en 5000 keer zoveel bezit. Uh, nog doorgeboord. Hoe, Hoe is dat gekomen? Is, is dat de logica van het systeem? Hebben daar, hadden we, is dat gewoon over ons heen gekomen zonder dat we daar beslissing over konden nemen? Nou, het heeft uh, twee dingen te maken. Dat is de ene is natuurlijk de, de economie op zichzelf. En daarnaast het belastingssysteem. Mm -hmm. De economie op zichzelf heeft de neiging, met name met die overdreven aandacht voor shareholder, wel aandeelhouderswaarde. Om, uh, om naar de extreme te gaan en het rendement op kapitaal centraal te stellen in plaats van inkomen of iets anders. Mm -hmm. en in mijn ogen is een grote onderneming is een maatschappelijk instituut en niet een shareholder value bezit. Mm -hmm. uh, en daarnaast is, is, is de ontwikkeling van de mens die, uh, die is zo snel gegaan, dat uh, daar steeds meer vraagtekens bij komen. Ja. Dus dat is echt gebeurd. Kunnen we daar nog iets aan doen? Hebben we nog de mogelijkheden, uh, zowel politiek qua wil, qua andere dingen, om dat, om dat, om dat te voorkomen dat het nog verder uit de, de. dat het richting Amerikaanse toestanden gaat? Nou, dat, dat, dat is een behoorlijke uitdaging. Daar hopen we dus met het boek Meer Wij, wat we binnenkort gaan uitbrengen. over samenwerken in de 21ste eeuw. een, een eerste aanzet toe te geven. Ik ben namelijk tot een conclusie gekomen met vele anderen dat we hebben verleerd om samen te werken. Dat we zo individualistisch zijn geworden. Ik zei het net al, we hebben wel rechten, maar geen plichten. Ondanks het feit dat een heleboel mensen een heleboel goede dingen doen... uit vrije wil, zonder honorering, et cetera... Maar we celebreren het niet echt. Van de, we hebben eigenlijk respect voor de medemens. Hoewel in elke voetbalwedstrijd wordt het altijd weer aangekondigd. In de werkelijkheid hebben we weinig respect voor ons medemens. Omdat we hem niet meer nodig hebben om te overleven. Is mijn eenvoudige theorie. Mm. Dat moeten we weer opbouwen. Want... Nou, dan hebben we eigenlijk een, grote, een, een, een nieuw sociaal contract nodig, maar dan hebben we eigenlijk ook een hele grote crisis nodig om dat op een gegeven moment ook weer nou, teweeg ja. te brengen. De uitdaging in al dit soort situaties is uh, iets te veranderen zonder een crisis. Hmm. Dat is niet zo eenvoudig. Een oorlog is toch makkelijker? Een oor, absoluut, dat is duidelijk gebleken, maar ik, ik hoop dat we dat kunnen voorkomen. Mm -hmm. Want zowel het nationalisme dat wijst in de richting van een derde wereldoorlog. Mm -hmm. Als de enorme kloof tussen rijk en arm dat wijst in de richting van burgeroorlogen, waar we weer een moderne versie van de guillotine gaan invoeren. Okay. Als we dan ja. nog even klimaat erin gooien, geloof je daarin dat dat een belangrijk item gaat worden? Het is, het is duidelijk al een heel belangrijk item. Ik vind het heel moeilijk om erover te oordelen. Ik, eh, je, het is überhaupt elk onderwerp zo moeilijk om er een echt oordeel over te hebben. Een goed geïnformeerd je? oordeel. Ja, een goed geïnformeerd oordeel. Ja, een oordeel hebben is makkelijk, maar goed geïnformeerd. Ja. Het vreemde is wat ik waarneem: dat mijn ingenieursvriendjes, die kring wordt steeds groter. Die... Ja, die oude, die allemaal, die gepensioneerde uh, energie, die gepensioneerde, energie, die gepensioneerde in ingenieurs zijn allemaal van, nou, nah, dat is allemaal ik gewoon. Allemaal, dat zou ik niet willen zeggen, want ik hoor er nog niet toe. Maar ik begin dus ook, ook een beetje ambivalent te worden om af te vragen. Maar ja, mijn stelling is een beetje. Het, uh, het kan nooit schaden. Dus laten we er in godsnaam wat aan doen. Wat het de helft energiebesparing doen, dat is sowieso. De basis wat het het moet dat? Altijd... Dat is helemaal niet erg. Nee, dat is dus. Laten we het vooral doen. Ja. Uh, want het creëert nieuwe oplossingen, nieuwe uitdagingen. Iets om voor te vechten. Daar hebben mensen ook altijd behoefte aan. Dus laten we het vooral doen. En als het achteraf onnodig bleek, nou ja. Geeft... Een van de instrumenten is meer wij. En meer wij. Is zeg maar een nieuw boek wat uitkomt? Wat, wat gaat er, wat, wat, en wat, wat is meer wij überhaupt als organisatie? En wat zijn de, de oplossingsrichtingen? Meer wij is een initiatief van de publieke zaak en maatschap wij. Www .nu. Mm -hmm. uh, de ambities daarvan zijn om het thema samenwerken, samen iets doen, weer op de kaart te zetten. Want het blijkt dat dat steeds minder gebeurt. We hebben een eenvoudige enquête gehouden met Pijl en en de Nederlander gevraagd. Als er op uw werk werkelijk werd samengewerkt, hoeveel productiever zou u zijn en de uitkomsten daarvan zijn? Ontwapenend, benevelend, in de zin van meer dan 70% zegt dat dat meer dan 35% is. Dus meer dan 35%, 35% uh, zeg maar productiviteitsstijging als je meer ja, samenwerkt? Ja, het gemiddelde zit iets tussen de 40 en 50%. Dat zijn enorme getallen. Nou, ze zullen het misschien wat enthousiast overschat hebben... maar al is het, al is het de helft daarvan, dan is het nog enorm. Ja. En daar geloof ik ook in. Want ik zie in vrijwel elk vlak dat er onvoldoende wordt samengewerkt. Terwijl samenwerken niet alleen economisch belangrijk is... maar ook veel meer emotioneel. Het is veel leuker om samen te werken. En daarom vergelijk ik uh, de maatschappij altijd met, met sportteams. En sport leent zich prachtig als metafoor. Ja. Want een de voetbalhelft, daar, daar weet iedereen waar het doel is. Ja. Nou, de gemiddelde medewerker van een grote ondernemer heeft geen flauw idee waar het doel staat. Bij een voetbalelftal, als je linksberken fout maakt... dan probeert de rechtsberker op te lossen in de meeste organisaties. Yeah. Als de linksbekken fout maakt, dan gaat de rechtsberk staan wijzen. Zie je wel, hij maakt een fout. Yeah. Nou, dat is een beetje de mindset. Oké, okay, dat is de mindset. Je gaat daar dus naar. Wie heb je daarvoor gevraagd om daar uh, iets in te doen in dat boek? Hoe heb je dat vormgegeven? Nou, ik probeer een heel divers gezelschap. Uh, wederom uh, zijn de, zowel de president van Unilever als die van DSM... hebben een medewerking toegezegd. Maar ook voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... En ook Funda Mugde en ook Pieter van der Hogeband. Dus het is een heel gevarieerd Wie gezelschap. Wie bedraaier ook? Ja, dus er zijn zowel Captains of Industries, zoals dat vroeger heette. Maar ook hele andere mensen uit andere onderdelen van de maatschappij. Onder andere een lijsttrekker van een nieuwe Europese partij, VOLT. Oh. Een jeugdpartij die pro-Europees is. Dat is natuurlijk heel ongewoon. Reinier van Landschot. Die gaat er ook aan meedoen. Als, als zijn bijdrage tenminste goed genoeg is. Ja, ja. En, uh, en het gaat allemaal, dat boek gaat over hoe kunnen we nou meer wij en hoe kan dat ja. leiden tot een betere maatschappij of meer productiviteit ja. of dat soort dingen. Meer productiviteit, maar ook veel meer plezier in het werk. Ja. Want ik zat in het kader van Maatschappij met een groep ROC leerlingen bij mij thuis in de kelder. Om ze uit te leggen wat wij probeerden te bereiken in deze maatschappij. En een van de dingen daarbij was, zeg ik, jullie waarde wordt bepaald door wat je voor iemand anders betekent. Ja. Sorry, ja. het is een beetje griepperiode. Ja, ik je heb je net ook, ben net ook twee weken plat en ik ben net weer een beetje weer op aarde gekomen. Ja, dus je zat er lekker in de kelder met die... Ja, en, 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 en die ogen gingen open. Ik zeg, als je niets voor iemand anders betekent, dan ben je dus waardeloos. En dan zie je die ogen opengaan, want dat woord, dat kennen ze. Ja. En, ja. Uh, en ik denk, ik heb in mijn NOC-tijd altijd al gezegd, uh, een elfjarige jongen gaat met zelden gemak een jeugdbende in of een voetbalelftal, uh -huh. heeft niks met die jongen te maken, het heeft gewoon met de omstandigheden waarin je hem plaatst. En onze uitdaging is om een maatschappij te creëren waarbij jongeren constructief worden uitgedacht. Okay, wanneer komt het boek? Uh, voor, de voor de zomer. Mickey, um, je bent uh, de 65 gep gepasseerd. Hè? Ja, je. En je loopt nog uh, gigantisch enthousiast hiermee bezig te zijn. Waar, waar komt die energie vandaan en waarom wil je dit? Ja, dat, ja dat is een, zoals vele mensen gedreven zijn door een bepaalde overtuiging... en wens om iets te doen, uh, ben ik dit... Ik, ja, ik geloof heilig dat we die maatschappij... dat we er gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hebben. Ik heb groot respect voor elke medemens. En uh, ik kan me mateloos erger aan mensen die neerkijken op andere mensen. We zijn in principe allemaal gelijk. We moeten gelijk kansen hebben. We onderscheiden ons wel... En dat is maar goed ook, want dat, is, dat zijn die woorden die gaan ook vaak te mis. Het woord discriminatie mag je tegenwoordig niet meer in de mond nemen. Terwijl discriminatie is prima als het maar geen vooroordeel inhoudt. Dus onderscheid maken, dat is wel het woord discriminatie, dat doen we allemaal dagelijks. Maar het moet geen vooroordeel inhouden, het moet niet op een groep gericht zijn. En dus die, die neiging, we zijn allemaal erg gelukkig in onze kleine bubbels. Hè, onder onze theemutzen zeg ik altijd. En schoppen tegen alles daarbuiten aan. Nou, we hebben enorme behoefte om daarbuiten te reiken. En dat proberen we met meer wij weer te entameren op de agenda te krijgen. Okay. Web, website www.maatschapwij.nu. Mickey, nog steeds even enthousiast om gewoon uh, enerzijds tevreden over de samenleving te zijn. Anderzijds om gewoon stevig weer te gaan veranderen. Meer wij. U gaat hier nog meer horen van dit boek.